meester en die wilde hier wel hun opgedoken voorwerp tentoonstellen. Wij waren gelijk zeer enthousiast en zijn daarop ingegaan. Het duikteam Zeester telt ongeveer 13 leden. Het is geen vereniging, het is een team, het is een taal los verband. Die zijn geformeerd in het begin van de jaren 90 en zijn genoemd naar het schip Zeester, waarmee ze ook varen. Het schip heeft als thuishaven Laos Aalog. Zeester duikt in wat zij hun voortuin noemen. De voortuin ligt een stuk zeegebied ten noorden van het Schiermonnikoog. En daar duiken zij naar wrakken, voornamelijk 20e eeuwse schepen. Zoals we begrepen hebben, tijdens het proces, is er ook een bepaalde spanning, een bepaalde spanningsverhouding tussen de archeologie en de sportduiker. De sportduiker die duikt een groot gedeelte voor de spanning, voor het vinden van de locatie en voor de voorwerpen die hij boven water kan halen. De archeoloog heeft een ander uitgangspunt voor u begrepen. Het motief is meer het historisch onderzoek, dus daar speelt dan ook de ligging van het wrak, de constructie, de lading. Dat soort zaken spelen een belangrijke rol. Het hoeft elkaar niet te bijten, soms gebeurt het wel eens een keer wel. Het levert een boeiende vraagstuk op waarvan ik geloof dat de heer Maartveld straks nog iets over zal zeggen. Bijzonder leuk om hier vanmiddag in het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen deze tentoonstelling te mogen openen. En daar heb ik allemaal verschillende redenen voor, ook wat persoonlijke redenen. Ik ben met veel plezier jaren geleden in Groningen school gegaan in de tijd dat Jan Roos nog altijd aan het eind van de Herenstraat met Rauwgat te vinden was. En het is dus in zekere zin een beetje een sentimental journey. Niet alleen vanwege die school overigens, ik kom daar straks nog op terug. Maar ik vind het ook prettig omdat ik hier dan een paar algemene dingen kan zeggen over de monumentenzorg en over het belang van monumenten in onze huidige samenleving. Daar foto's van maken, video's van maken, die zult u zien ook op de tentoonstelling, om maar te vertellen hoe vreemd dat land is. En het is ook zo vreemd dat heel veel van die verkenners, als ze iets herkennen, daar onder water, in die vreemde wereld, ook meteen de neiging hebben om dat herkenbare mee te nemen, om dat te laten zien als ze thuiskomen, een bel bijvoorbeeld, een scheepsbel. En dat geeft ook meteen aan hoe vreemd dat onderwaterland is. Want als mijn buurman in Alphen aan de Rijn een uitstapje maakt naar Groningen, dan is dat toch nog een heel bekend stuk wereld. En hij zal me dan enthousiast vertellen dat hij maar die toren beklommen heeft en dat hij daar een carillon heeft zien hangen met vele bellen. Maar ik zou wel zeer verbaasd zijn als hij dan mij vervolgens op die bel zien. Het is dus zo vreemd dat vreemde land, die onderwaterwereld, dat de verkenners ook geleidelijk aan hun eigen regels maken en moeten maken. Zo wordt dat ook veel ervaren. Hoewel het natuurlijk niet de voortuin niet ver weg is. Regels maken die duikers geleidelijk aan hebben gemaakt om standvis zoveel mogelijk in stand te houden, opdat niet de hele biotoop verstoord wordt en ongelofelijke schade wordt aangedaan. Schieten met harpoenen op standvis is volstrekt uit den boze in de hele duikerwereld. En op die manier ontwijkt men wat antropologen wel genoemd hebben, de tragedy of the commons, de tragedie van het gemene land, waar ieder haalt wat van zijn gading is en waar uiteindelijk alleen maar een woestenij overblijft. Dat geldt ook voor hetgeen uit het verleden in dat vreemde land is achtergebleven. En een zeer positief element van vandaag is ook weer dat degenen die daarin op verkenning zijn geweest, zo graag hier aan u allen hun souvenirs willen tonen.
hoe die vreemde wereld in elkaar zit, hoe dat vreemde land eruit ziet. En hoezeer dat ook verbonden is met die andere, dat andere vreemde land, dat we ook maar gedeeltelijk kennen, het verleden. Wat is dit voor kaart, Maarten? Dit is gewoon kaart van de eilanden. En dit geeft ons duikgebied aan, hè? Ja, dit geeft het duikgebied aan. Zeg, duiken jullie ook op?